De Bond van Leraren zal de acties verscherpen indien er geen verandering komt in de situatie op het Natin. Woorden van BVL-voorzitter Reshma Mangre. De BVL heeft per brief aan de minister van Onderwijs gevraagd om een oplossing te brengen in de problemen die er momenteel zijn op het Natin. Er is echter geen reactie ontvangen vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur. Mangre zegt dat de bond zeker zal overgaan tot verscherping van de acties als er geen verandering komt in de situatie. De BVL-voorzitter gaat nader in op de zaken die hebben geleid tot ontevredenheid bij de leerkrachten van het instituut. Er zijn een aantal problemen op het Natin die zich hier voordoen. Ik wil aangeven dat we 14 januari een brief hebben gestuurd naar de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. En ik heb daarin aangegeven dat ik met haar kennis wil maken als de nieuwe voorzitter van de BVL en de ALS. Maar tegelijkertijd ook van die gelegenheid gebruik wil maken om over dringende issues met haar te praten. Nou, een reactie is uitgebleven, tot heden. Daarna heb ik een brief gericht aan de president van de Republiek Suriname en vorige week, vrijdag, is dat een week geworden. We hebben tot nu toe ook geen reactie ontvangen van de president van de Republiek Suriname. De docenten van Natin hebben toen op eigen initiatief de zorgpunten kenbaar gemaakt middels een brief en die brief ligt op BMBO. BMBO staat voor Bureau Middelbaar Beroepsonderwijs. En tot nu toe is elke reactie uitgebleven. U begrijpt dat wanneer we problemen hebben, dan moeten die doorgecommuniceerd worden. Waar moeten we gaan met onze problemen? De minister schuwt dialoog. De president reageert niet. BMBO reageert niet. Dus de leerkrachten hebben gezegd, voorzitter, dit is onhoudbaar voor ons. We kunnen niet langer zo blijven wachten. Dus we gaan in actie. En het actiemodel houdt vooralsnog in dat we tot en met 10 uur lesgeven. En de docenten zijn na 10 uur in beraad. Als we geen reactie krijgen van deze minister, CQ de president, dan gaat mogelijkerwijs gaan we deze acties verscherpen. En dan denken we eraan om het totaal het totaal onderwijs plat te leggen. Alle scholen gaan daar meedoen. De problemen op het Natin zijn onder andere de communicatie die stroef verloopt met de directeur van het Natin, de heer Sloten. Verschillende secties hebben een aantal keren geprobeerd om dat gesprek te voeren met de directeur. Helaas heeft dat niet mogen baten. Ze zijn zelfs met oplossingsmodel gekomen, suggesties om problemen op te lossen. De directeur heeft geen luisterend oor. En u begrijpt ook dat studenten vanaf oktober verstoken zijn van onderwijs. Het gaat zeker om de vakken Engels, Wiskunde, WTB, ICT. Mangre is van mening dat de problemen van het Natin simpel opgelost kunnen worden als partijen met elkaar om de tafel gaan. Onderwijsminister Lilian Ferrier gaf vandaag in de Nationale Assemblée aan dat er al gesprekken worden gevoerd met de leiding van het Natin. Ze zegt echter meer tijd nodig te hebben om tot een oplossing te komen. Voorzitter, leden. Het gesprek met de leiding van Natin is nu gaande. Maar wij hebben een bepaalde aanpak van zaken. Je hoort niet naar één partij. Je kijkt vanuit naar de dingen in hun context van, en met name nu het beroepsonderwijs. En er is veel meer aan de hand. En ik begrijp de onvrede van de leerkrachten. Maar het is niet iets wat je direct gaat oplossen. Je moet weten wat speelt er precies. Hoe lang speelt het? Er zijn dingen die ook al heel lang gaande zijn, omdat binnen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur decennia lang mensen op posten zitten die zich bepaalde beleidsmaatregelen hebben toegeëigend, die nu doorbroken moeten worden. En dat is een heel serieuze kwestie. En ik ben geen minister die ad hoc zaken doet. Je moet een goed beeld krijgen van wat speelt er. Je moet alle partijen horen voordat je tot een oplossing kan komen. Goed. En ik begrijp de consternatie van de mensen, omdat nu ook de bond zich ermee is gaan bemoeien. In een tijd dat de leiding van Natin
niet eens aanwezig was. Dus nogmaals, geeft u me de ruimte. Het is niet zo dat we problemen negeren. Maar we zijn ook met andere dingen bezig die nu op de voorgrond staan. We zoeken zaken uit. Dat was onderwijsminister Lilian Ferrier vandaag in de Nationale Assemblée. De BVL heeft gedreigd de acties te verscherpen indien de problemen op het NATIN niet worden aangepakt.